Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van 19 oktober, opgenomen door Weerplaza. Bewolking boven Nederland vandaag en flink wat buien, maar die buien zijn nu bijna het land uit. De buien die trokken van noord naar zuid over het land en momenteel op het moment van opnemen, zo rond drie uur, lagen de laatste buien boven het zuiden van Limburg en Zeeland. Daarachter zijn opklaringen aanwezig en daar profiteren we de rest van de dag van, hoewel er lokaal nog wel een enkele bui kan vallen. Op de radar kunnen we mooi de band met buien zien. Zoals die naar het zuiden trok. En zoals gezegd, nu ligt er nog een enkele bui in het binnenland. Um, ja, die buien die blijven vandaag nog wel mogelijk. Maar het is over het algemeen toch droog. Vannacht dan komen er wel weer meer buien vanuit het noorden opzetten. Ja, vanavond dus de opklaringen bij temperaturen tussen de 6 en de 7 graden in het binnenland. Aan zee is het zo'n 9 tot 10 graden. De wind die vrij stevig was aan zee vandaag overdag, die zwakt af en die wordt zwak tot matig uit noordelijke richtingen. Er kan nog een enkele bui vallen, maar vannacht neemt de buienkans weer toe vanuit het noorden en ook komt er meer bewolking binnen schuiven. Eigenlijk krijgen we wel van alles wat, want er kan ook lokaal mist ontstaan, met name in het zuidoosten van het land. De temperatuur die daalt nog wat verder. Het wordt zo'n 4 graden landinwaarts. Vanuit het noorden schuift er dus meer bewolking binnen, gevolgd ook door buien of regen. En morgenochtend begint het dan ook op veel plaatsen grijs en bewolkt, met lokaal zelfs mist en hier en daar ook die nattigheid. En dan blijft het morgen ook wisselvallig, hoewel in de loop van de dag de zon ook af en toe doorbreekt. De temperatuur die loopt op naar zo'n 10 tot 13 graden en er staat een meest matige wind uit noordelijke richtingen. De dagen na blijft het in eerste instantie nog wisselvallig. Vrijdag beginnen we koud met temperaturen rond de 2 graden en lokaal vorst aan de grond. Ook is er kans op mist en die mist die kan best hardnekkig zijn vrijdagochtend. Naarmate de dag voor het breekt hier en daar de zon door, maar geleidelijk aan komt er ook weer meer bewolking in het oosten en neemt de kans op buien toe. Waarschijnlijk blijft het in het zuidwesten droog op de meeste plaatsen. Smiddags dus wordt het zo'n 11 tot 14 graden. Op zaterdag wordt het hooguit 10 tot 12 graden. De wind die draait naar het noordoosten. Er worden wolkenvelden aangevoerd en lokaal kan er nog een enkele bui vallen. Zondag blijft het vrijwel overal droog. Dan is het in de ochtend ook weer fris met lokaal vorst aan de grond. Temperaturen liggen zondagmiddag rond de 10 of 11 graden en er waait een matige oostenwind. Volgende week wordt het weerbeeld weer wat wisselvalliger en de temperaturen kruipen iets omhoog. Vanaf woensdag is het over het algemeen zo tussen de 12 en de 15 graden. Mijn naam is Remo Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne dag.